staan nu in de keuken, want elke ochtend kijk ik uit naar de koffie die ik drink. Ik maak eigenlijk elke ochtend een ijslatte en normaal doe ik dat gewoon met ijs, espresso en melk. Maar ik dacht, misschien ga ik voor nu even iets anders proberen, want ik zie heel vaak mensen die het proberen met honing of bruine suiker of kaneel. Dus ik ga dat nu ook doen. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Misschien wordt dit wel mijn nieuwe lievelingsrecept. De koffie. Dus ik ga het even proberen. Ik merk niet heel veel verschil. Ik proef die honing wel. Maar ik denk dat ik van alles wel wat meer had kunnen doen. Voor de volgende keer ga ik dat proberen. Maar ik ben fan. Ik vind hem lekker. Het is tijd om iets te gaan doen wat ik echt al zo lang uitstel. En dat is een deep clean van mijn kamer. Mijn kamer is niet super groot, maar ik heb zoveel zooi. Ik heb op dit moment overal wat liggen. Alle laadjes zitten vol. Ik moet alles gewoon uitzoeken. Het voelt gewoon allemaal super rommelig. En ik merk dat als het hier rommelig is, dan is het hier ook rommelig. Ik moet er gewoon echt even tijd voor nemen om dit allemaal even goed schoon te maken. En ik dacht, dat ga ik nu even doen voor deze maandelijkse reset. Zodat ik even goed die nieuwe maand in kan. Let's get started! Zo leeg gezien, maar ik vind het wel heel fijn. Het is allemaal lekker schoon. De laadjes heb ik ook opgeruimd. Het is wel een beetje een rotzooi nog. Dit is allemaal body lotions, haarspulletjes, dat soort dingen. Dit is echt mijn rotzooi laadje met gewoon wat ik snel nodig heb. Sieraden, zonnebrillen. En dan heb ik hier een la vol met wat creatieve dingen. Dus mijn scrapbook en allemaal schriftjes en boekjes daarachter. En deze la zit vol met mijn bikinis en allemaal dingen die Annabel ooit aan mij heeft gegeven. Ze schrijft altijd heel veel brieven. En dat vind ik echt super schattig. Dus dat ligt allemaal in deze la. Mijn kledingkast kan weer normaal dicht. Waar ik echt super blij mee ben. Het heeft echt heel veel tijd gekost om dit op te ruimen. Ik had alles gewoon op mijn bed gelegd, opgevouwen en daarna georganiseerd in mijn kast gedaan. In deze la heb ik al mijn bovenstukken. Dus ik heb hier truien, kleine topjes, uit eten topjes, topjes met cherry label topjes en allemaal t-shirts en graphic tees. Hier heb ik al mijn broeken en wat rokjes en jurkjes. En hier heb ik kerstpyjama's en pyjama shirts. Dus echt super chill dat het gewoon dicht kan. Ik heb hier twee zakken vol staan. Dit is een vuilniszak met allemaal rotzooi dat weg moet. Dit moet allemaal gedoneerd worden of weggegooid. Maar verder is het gewoon helemaal schoon en dat geeft me zoveel rust. Nu weet ik dat achter elk laadje ook gewoon alles netjes opgevouwen is en neergelegd en niet erin gepropt is achter de laadjes. Het is echt top. Ik voel me helemaal weer organized en rustig in mijn hoofd. Dus dat is echt mega fijn en zo kan ik lekker een nieuwe maand starten. Dit is mijn scrapbook met een strik aan de zijkant. Echt helemaal ik. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hier sinds vorig jaar niks meer in heb gedaan. En dat vind ik echt super zonde. Want normaal ging ik vorig jaar elke maand even zitten. Om dus alle foto's van die maand in mijn scrapbook te printen. En wat leuke dingen erbij te zetten. En dat vond ik echt super leuk om te doen. Maar het kostte me zoveel tijd. En ik bleef wel foto's uitprinten en zo. Maar het erin plakken, dat kwam er gewoon niet van. Dus ik heb nu tot en met september vorig jaar allemaal foto's liggen. En ik wil die gewoon graag nog hierin plakken. En dan heb ik het eigenlijk ook weer volhouden om van toen tot nu ook hierin te plakken. Dus dat is een beetje mijn doel. Maar eerst ga ik maar even deze stapels met foto's erin plakken. En ik vind het altijd super leuk om te doen. En ondertussen ga ik naar een YouTube video kijken van Sophie Jane. Zij is echt mijn comfort YouTuber. Ik vind haar echt super super leuk om naar te kijken. En ze heeft een vriendin, een beste vriendin in Georgia. En af en toe maken zij zo'n soort lange podcast aflevering waar ze dan over van alles praten. En ik vind dat gewoon zo fijn om naar te kijken terwijl ik iets aan het doen ben. En die heeft ze gisteren geüpload. Dus ik ga daar lekker naar kijken of nou ja, luisteren terwijl ik dit ga doen. Thank you.
journal. Die kan natuurlijk ook niet ontbreken bij deze reset. Ik vind het altijd heel erg belangrijk om te blijven reflecteren op bijvoorbeeld de week of in dit geval op de maand. En ook om alvast intenties te zetten voor de nieuwe maand. Hoe ik wil dat de nieuwe maand eruit gaat zien. Wat ik van plan ben om te doen. Ik heb een Pinterest board waar ik gewoon allemaal journal prompts op heb staan die ik kan gebruiken. Meestal als ik aan het journalen ben, doe ik gewoon van die brain dumps. Dus dan schrijf ik gewoon over van alles en nog wat. Gewoon waar ik aan denk, wat ik heb gedaan, hoe ik me voel. Ik vind het gewoon fijn om een journal te hebben, omdat je ook leert hoe je zelf met je emoties kan omgaan. Je wordt ook wat bewuster van hoe je over de bepaalde dingen denkt en wat je dan dus nodig hebt van iemand of van jezelf. Journal is voor mij een beetje therapie en dat vind ik heel erg fijn. Dus ik ga nu even goed een monthly recap doen, zodat ik even goed kan reflecteren op deze maand. En dat wordt ook bij deze maandelijkse reset. Dus dit is jouw teken om ook te gaan journalen, want je gedachten zet op papier werkt echt veel beter dan je denkt. Dus... inmiddels avond. En ik heb me even omgekleed in een workout setje, maar ik ga geen workout doen, want daar zit ik niet helemaal in de mood voor vandaag. Maar ik vind het ook belangrijk om bij deze reset een beetje stil te staan bij mindfulness. En normaal als ik aan mindfulness denk, dan denk ik aan mediteren of aan yoga. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik heb besloten om even een yoga videootje te volgen op YouTube. Ik vind dat eigenlijk heel chill om te doen. Ik doe dat eigenlijk veel te weinig, maar het is wel echt heerlijk om even zen te worden voor het slapen gaan en even intenties te zetten voor de volgende dag of hoe de dag was. Dus ik heb even wat kaars aangezet om de vibe even te zetten. En het is helemaal cozy nu in mijn kamer, wat ik echt heel fijn vind. Dus ik ga nu even een kort videootje volgen. Dat vind ik wel even lekker om deze avond mee te beginnen. En dan word ik helemaal zen. Voordat ik in bed ga liggen, ga ik nog even een face mask aanbrengen. Dit kan natuurlijk niet echt ontbreken aan een self-care avond. Ik ga er wel een beetje als een smurfje uitzien. Ik ga zo ook nog even lekker een kop thee maken. Daar heb ik ook wel zin in. Ik ben gewoon helemaal toe aan de herfst. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik kijk er super erg naar uit. En ja, gewoon de coziness. Het is echt mijn comfortseizoen. Ik vind herfst echt super fijn. Dus ik zit daar nu gewoon heel erg op te wachten met het warme weer. Ik ben daar gewoon heel erg aan toe. Goed, ik ga dit even laten intrekken op mijn gezicht. Ik vind het er heel eng uitzien. Maar goed, ik ga even een kop thee maken en dan kruip ik lekker mijn bed in. Ik heb mijn theetje. Hij heet de Autumn Storm, dus dat vind ik wel toepasselijk. Ik ga nu lekker, net zoals heel Nederland, B&B Vol Liefde kijken. Ik vind dat heerlijk om even weg te kijken 's avonds. Heel erg bedankt voor het spenderen van deze dag met mij. Ik vond het heel erg leuk om deze reset te doen en dit hou ik gewoon lekker vol elke maand. Ik ben benieuwd wat september mij allemaal gaat brengen. Ik heb in ieder geval zin in meer herfst. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker als je deze content leuk vindt, want ik maak meer van dit soort video's. Ik waardeer je meer dan je denkt dat je hier bent en dat je naar mijn video's kijkt. Dat vind ik echt super gezellig en heel leuk. I love you en tot volgende week. Doei!